Een aantal jaar geleden hebben wij beslist om de paden op deze begraafplaats te vervangen, als ook de waterleidingen en de waterkraantjes. Toen is het idee gekomen voor eigenlijk, als we toch alle leidingen gingen vervangen, om de kraantjes te voeden met regenwater. Onze collega's van Facility Management hebben dan eigenlijk te kijken wat de mogelijkheden waren van waar het water zouden kunnen vandaan halen. En eigenlijk het dak van de kerk hier is zo groot dat het voldoende water zou zijn voor heel de begraafplaats heel het jaar door met water te voeden. Tijdens de aanleg van de werken is dan eigenlijk heel de omgeving rond de kerk aangepast. Hebben wij alle standpijpen afgekoppeld en aangesloten aan een nieuwe grote regenwaterput die we onder het pad hebben geplaatst. En dan via een pomp werd dan eigenlijk al het water naar de nieuwe kraantjes gevoed, waardoor dat we nu telkens het water van de kerk kunnen gebruiken voor de waterkraantjes op de begraafplaats. De meerwaarde van het water af te koppelen is eigenlijk dat er minder leidingwater gebruikt moet worden. Terwijl het water dat op de kerk valt regenwater is en perfect bruikbaar is om hier aan de plantjes te geven. In totaal is er ongeveer 850 vierkante meter dakoppervlakte afgekoppeld. En daarmee halen we toch jaarlijks ongeveer 730.000 liter water uit de riolering. We gaan zien in de komende jaren dat, dat de klimaatverandering zich nog veel meer gaat laten voelen. En we merken het ook al aan de voorbije jaren dat er heel droge periodes waren. Dus het is nu echt wel het moment om ook die kostbare grondstof, die water is, om die ook op een verstandige manier te gaan gebruiken. Het regenwater dat op het dak valt, gaat via een aantal standpijpen naar de regenwaterput. Dus al het water dat op het dak valt, wordt gerecupereerd. En het vuilwater is op een ander systeem gestoken en gaat naar de riolering. De regenwaterput heeft een inhoud van 30.000 liter en is zo gedimensioneerd omdat de piekmaanbelasting ongeveer 20.000 liter was. En daarmee rekening houdend en ook met het feit dat er soms langere perioden van droogte zijn, is er dus voor een iets grotere put gekozen, zodat er zeker steeds water genoeg beschikbaar is. De regenwaterput heeft een overloop die uitkomt op de Schelde. Dat gaat via een infiltratiebuis die onder de paden loopt. En we hebben eigenlijk nog nooit gezien dat de put effectief overloopt. Er zal natuurlijk overloop zijn, maar die gaat dan, of het water dat daaruit komt gaat eerst infiltreren in de omgeving. Het idee is eigenlijk vrij gemakkelijk, dat we zeggen van we gaan gewoon regenwaterputten steken voor het water op te vangen. Maar we zitten hier op een begraafplaats en we zitten hier toch wel met een aantal heel specifieke randvoorwaarden. Je zit hier met een hele reeks graven, waardoor we ook niet altijd met groot materieel op de begraafplaats konden. Zowel waren de poorten niet breed genoeg, konden we ook niet hele grote putten graven, omdat dan de stabiliteit van een aantal graven in het gedrang zouden kunnen komen. Vandaar is er hier geopteerd voor een ter plaatse gestorte put te maken, die we dan eigenlijk over de volledige breedte van het pad, die we op dat moment moesten uitbreken, konden eigenlijk dat volume in gebruik nemen. Als we dat zouden gedaan hebben met geprefabriceerde putten, was dat niet mogelijk. Dit project is eigenlijk een samenwerking met enerzijds verschillende diensten binnen stad Gent. Ook Fares die eigenlijk instond voor de aanleg van de riolering. Als ook uiteraard de kerkfabriek. Die ons eigenlijk in dit project zeer goed heeft geholpen. We hebben
in eerste instantie eigenlijk uitgewerkt wat we eigenlijk graag zouden gehad hebben. En dan pas zijn we met hun in gesprek gegaan. En dat is een heel constructief proces geweest. En de werken zijn daardoor eigenlijk heel vlot kunnen uitgevoerd worden. Deze werken hier op de begraafplaats van Gentbrugge, die was gekaderd eigenlijk in de heraanleg van de verhardingen. Dat hebben wij eigenlijk, omdat we die werken toch moesten doen, hebben we dat in één keer meegenomen. We hebben in de nabije toekomst hebben wij geen plannen voor op andere begraafplaatsen zo'n grote werken te doen. Maar toch gaan we kijken of wat we niet bijvoorbeeld met kleinere ingrepen, bijvoorbeeld met bovengrondse regenwatertanks, toch ook zo bijvoorbeeld wat regenwaterpijpen te kunnen af te koppelen. Als we kijken naar wat we zelf hebben geleerd uit dit project, is dat we het eigenlijk een beetje te laat hebben meegenomen. Het zat eigenlijk niet in het basisprogramma van eisen. Dat was eigenlijk meer vanuit de verhardingen heraanleggen. En hebben het achteraf in het project gestoken. Waardoor het eigenlijk op het moment zelf een beetje wat ad hoc het toevoegen aan het dossier was. Maar we zagen dat echt wel als een meerwaarde dat we zeker niet mochten laten liggen. Maar het zou eigenlijk beter geweest zijn dat er op voorhand wat meer onderzoek kon gedaan worden. Dat er misschien ook beter kon gecommuniceerd worden naar alle bezoekers van de begraafplaats. Waarom dat we dat deden, hoe dat juist in elkaar zit. Dus dat hebben wij nu eigenlijk allemaal niet kunnen meenemen. Maar op zich, het afkoppelen en het aanbieden was in het begin zoiets van, is dat wel een meerwaarde? Maar achteraf gezien zijn we er eigenlijk van overtuigd dat het een zonde zou zijn als we het niet hadden gedaan.